en nu twee politieberichten. De 26-jarige Ambrosio T. is gisteren aangehouden nadat hij zijn ex-vriendin, de 23-jarige Terentia Inge, om het leven had gebracht. Het gaat om een moord in de relationele sfeer. Ambrosio had Terentia naar haar woning te Flora achtervolgd, waar er een woordenwisseling ontstond. Hij haalde een scherp voorwerp tevoorschijn en stak zijn ex-vriendin meermalen daarmee. Het slachtoffer overleed ter plekke. De verdachte maakte zich uit de voeten, maar werd later door Sophia's Lus aangehouden. Terentia Inge laat twee minderjarige kinderen achter. En de 30-jarige vrachtwagenchauffeur Selvin K. is gisteren door de politie aangehouden nadat hij aan de Pierpontweg een fietser had aangereden. De vrouwelijke fietser liep zware letsels op. Zowel de fietser als de vrachtwagen reden in dezelfde richting. Bij een inhaalmanoeuvre week de vrachtwagenchauffeur niet voldoende uit en reed de fietser aan. Chauffeur Selvin heeft geen bevoegdheid om een vrachtwagen te besturen.